In deze Noord-Spaanse week trakteren uitbaters Guy en Maribel hun gasten op een bezoekje aan de plaatselijke wijnkelder. We zijn hier nu in de bodegas van de familie Muro, die reeds in de 16e eeuw aan wijnbouw deden. Zij werken dus zonder meststof en nooit fertilisantes. Hier vond ik echt impressionant. Ik ben er echt van verschoten. Ik vond echt, die heeft hem echt voorbereid. De Crianza wijnen, het eerste verschil is die maceratie met de volledige tros en de tweede is de druif individueel. Het was echt interessant. Ofwel ken je al de ding van vroeger, ofwel heeft hij veel tijd besteden om alles te voorbereiden, maar het was echt indrukwekkend. Hoeveel tijd, hoe lang staat als jij die druiven neemt voor te drinken? 4-5 maanden tussen het plukken van de druif en de consumptie. Dit alleen voor de jonge wijnen. Dat heb je nog voor de jonge wijnen. Guy voor mij heeft daarmee zwaar gescoord. Hè. Dat is, mij doe je er altijd een plezier mee. En zeker wat betreft, het is een kleine gepersonaliseerde visita. Ik bedoel, dat is iets helemaal anders dan een toeristisch bezoek waar je zo met een treintje door de vinjas rijdt. Hier heb je de persoonlijke aanpak van de eigenaars. Hier zijn we in het heiligen der heiligen. De neuzen volledig insteken, draaien. Hoe ouder je wijn, hoe meer trant hij gaat hebben van glycerine en van alcohol. Spijtig dat je die moet uitspuwen. Het is niet noodzakelijk. Ik zou het niet doen, ik heb het tot nu toe niet gedaan. Hij vindt het een zonde om die wijn uit te spuwen. Ik vind dat niet. Ik bedoel, het voornaamste is tenslotte de wijn proeven en genieten van de aroma's en alle aspecten. Ik denk dat we een einde gaan maken aan die katten. Het heeft ons slecht gesmaakt. Gracias por la invitación. Sí. Gracias por haber venido, todos. A la bodega Muro. Vond het lekker, Luis? We vonden het lekker. Ja, we vonden het lekker. Ja, we zouden een flesje kopen, denk ik wel. Ja. Eentje voor mee te nemen. Souvenir.